Maar zoals een jurk, door het gewicht bijvoorbeeld van die borduursels, van die versieringen, van alles wat er op en aan zit, zoals die van vorm verandert, hè? Zoals die opbolt, zoals eraan wordt getrokken, zoals die blijft hangen of juist niet, zo vervormt ook dat wat wij het niets noemen, de ruimte, de ruimtetijd. Voortdurend, alleen wij zien het niet, wij zien niets. Nee. Het is een goocheltruc. Het is deze goocheltruc, dit. Een doosje? Ja, dit is het begin. Waarvan? Nou, van ons, van het, van alles. Alleen veel kleiner. Dan het begin? Nee, nee. Het begin, ons begin, was oneindig veel kleiner dan dit doosje. Stel je voor, een onvoorstelbaar klein doosje. En dan ineens gebeurt er dit. En dit zijn wij. Die lap stof, wat wij het heelal noemen, onze werkelijkheid, maar dan onvoorstelbaar veel groter. Stel je voor, en die lap, die blijft maar groter worden, die blijft maar groeien. Nee, die gaat nooit weer terug naar het doosje. Nee, waarschijnlijk niet, nee. Maar het is een leugen. Wat? Die jurk. Die borduursels, die knoopjes, die zitten er niet op. Die zitten erin. Die zijn die jurk. Die zijn verdichtingen van de jurk. Geen applicaties, maar die jurk zelf. Snap je? Jij? Helaas. Maar ook, wat was er dan voor de jurk? En hoeveel jurken zijn er dan helemaal? En wat